Nederland is rond 1880 hard op weg de sociale en culturele achterstand op de buurlanden in te halen. Amsterdam staat aan de vooravond van een explosie van energie en creativiteit. Maar een waardige concertzaal, die is er nog niet. Het was echt een hele bijzondere periode, zo 1880, 1890. Het Centraal Station is ook gebouwd in die tijd. Het Rijksmuseum, er zat veel dynamiek in de stad. Toen besloot een aantal rijke Amsterdammers de handen ineen te slaan en een maatschappij op te richten om een nieuw concertgebouw neer te zetten. De opdracht die architect Dolf van Gent krijgt is simpel. De zaal moet ruimte bieden aan 2000 toehoorders en mag niet meer dan 300.000 gulden kosten. Voor de bouw wordt een plek gevonden net buiten de gemeentegrens, midden in de weilanden van Nieuwer-Amstel. Het was gewoon een weiland, hè? Het was gewoon echt buiten de stad. En daar gaan in 1883 de eerste palen de grond in. De bouw ligt vervolgens, om financiële redenen, 2 jaar stil. Pas dan kan de NV de bouw van een concertgebouw met 2 concertzalen eindelijk hervatten. Na ruim een jaar is het af. Op 11 april 1888 gaan de deuren van het concertgebouw open voor het publiek. Het verhaal van het concertgebouw begint in 1888. Ja. Hoe zag het er toen uit? Het concertgebouw. Nou, u moet goed begrijpen dat als kind van 12 jaar vind je alles prachtig. Ik vond de muziek geweldig en het gebouw, nou ja, dat was voor mij een kerkgang. Die zaal in 1892, hoe zag die eruit? Die was wit, koud. Dat is toen later veranderd, toen is het gepolychromeerd met de bontste kleuren, wat toen de smaak was. Bij de opening speelt er nog geen eigen orkest, maar een ad hoc ensemble onder leiding van Henry Viotta. Kort daarna wordt Willem Kes aangesteld om een eigen concertgebouworkest te formeren. Nog datzelfde jaar, op 3 november, geeft het zijn eerste concert. Het abonnement kostte toen voor heer en dame, voor alle concerten, 25 gulden. Daar zat het publiek dat muziek gedeeltelijk ook als een sociale gebeurtenis zag. Het was heel kenmerkend. In de eerste concerten liepen er dus ook nog wel obers rond. Het is eigenlijk aan de eerste dirigent Willem Kes te danken dat er een soort luisterdiscipline in de zaal ontstond. Kes heb ik nog enige jaren meegemaakt. Streng, academisch, maar eerlijk. En bovendien is het ook Willem Kes geweest die het toch wel wat gevarieerde gezelschap van concertgebouwleden tot grote discipline heeft gebracht. Kes heeft toen tot 95, toen het afscheidsconcert van Kes was, met Willem Mengelberg, die toen aan het publiek werd voorgesteld, met het Esbloer-concert van Liszt. Volle zalen heeft men niet gekend in die tijd. Dat duurde wel, nou, ik zou zeggen, tot 20. Rondom het gebouw verrijst een geheel nieuwe wijk, Amsterdam-Zuid. En het concertgebouw, het zogenaamde Wonder in het Weiland, krijgt een vaste plek in Amsterdam. Dit concertgebouw is ook niet neergezet door een staatsbesluit. Nee, het is een burgerinitiatief geweest van mensen die gewoon ja, de stadsbeschaving verder wilden stimuleren.